Goedemorgen. Wel, want daar gaat het uiteindelijk om, erover in gesprek raken. En met een blik op de kaart hebben Anita Grob en ik naar dat centrum van Almelo gekeken. En wij kwamen op een aantal plekken in het midden van de stad uit. En de meest prominente, niet alleen in onze ogen, maar ook in een aantal mensen, bij een aantal mensen die ons adviseerden, kwam op deze plek uit. In 2019, u refereerde daar al even aan, is het Nationaal Comité Veteranendag begonnen met de oproep aan Nederlandse gemeenten om hun veteranen te eren en waarderen met een speciaal witte anjeperkje dat bloeit in de dagen en weken voorafgaand aan de Nederlandse Veteranendag. Alle gemeenten in Nederland zijn opgeroepen om een anjerperkje in te richten. En dat hebben we in Almelo ook gedaan. Daar hebben we een mooi bordje bij neergezet. En dat anjerperkje herinnert ons aan de betekenis die veteranen hebben voor de samenleving. Voor datgene wat ze ook gedaan hebben wereldwijd voor vrede en orde in de wereld. In opdracht van de regering of in opdracht van de Verenigde Naties. En het geeft ook een stuk verbinding tussen veteranen en de samenleving. Nou, de bijeenkomsten voor veteranen zijn natuurlijk hartstikke belangrijk. Om natuurlijk de gevoelens met elkaar te delen en ervaringen met elkaar te delen. Maar het belangrijkste is wat we hier hebben gedaan vanmorgen. Is dat de gemeente middels een anjeperkje de erkentelijkheid en de waardering uitspreekt voor de veteranen. Dus het is eigenlijk een erkenning van de gemeenschap Almelo. En zoals u weet hebben we een zeer actieve burgemeester die de veteranen een warm hart toedraagt. Zoals ik het begrepen heb, is dit het 36e perkje, anjeperkje, in een gemeente. Nou, maar dan zijn er nog heel wat te gaan. Ja, maar goed, sommige dingen hebben tijd nodig. En net zoals dat het hier ook tijd heeft gekost, zal het in andere gemeenten ook tijd kosten. Maar ik ben ervan overtuigd dat het goed gaat komen. Zo langzamerhand zijn de gemeentes ervan doordrongen dat men aandacht moet schenken aan veteranen. Ik heb 8 missies gedaan. En in welke landen? Ja, ik ben begonnen in Libanon en ik ben geëindigd in Afghanistan. En daartussendoor Egypte, Israël, Angola, voormalig Joegoslavië. Dus toch wel behoorlijk wat landen. Dit jaar helaas niet, hè, door de coronamaatregelen die nog steeds van toepassing zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat we volgend jaar, en ja, laten we met elkaar hopen dat we absoluut dan ook zover zijn. Volgend jaar hebben wij weer een ouderwetse veteranendag in Almelo.